Sinds 1857 is de Zuidmolen een begrip in Groesbeek. De molen kent een rijke geschiedenis en wordt tot op de dag van vandaag nog werkende gehouden. Dit zou Stichting Zuidmolen niet kunnen doen zonder de hulp van vele vrijwilligers. Om de molen draaiende te houden kunnen mensen nu vriend worden van de stichting door middel van een donatie. De laatste tijd is Stichting Zuidmolen druk bezig met de trappen van de molen te verbeteren en beveiligen in verband met de veiligheid van de molenaars. Vrijwilligers houden de molen werkende en zijn dus essentieel. Het werven van vrijwilligers gebeurt bij onder andere de Gelderse molendagen en mond-op-mond reclame. We hebben verschillende sponsors al benaderd, maar vooral huis aan huis flyers rond te brengen. En mensen kunnen dan vrienden van de molen worden. En dat gaat, die actie loopt heel goed, die loopt nu een paar weken en we zijn er dik tevreden over. De actie loopt zo goed dat de Zuidmolen inmiddels zo'n 500 vrijwilligers heeft. Mensen kunnen door vriend te worden van Stichting Zuidmolen ook financieel een steentje bijdragen. Een eenmalige of terugkerende bijdrage zorgt ervoor dat de jaarlijkse onderhoudskosten van de Zuidmolen bekostigd kunnen blijven. De mensen kunnen uiteraard doneren. Dat gaat van 10 euro tot 250 euro of zelfs meer. Dan mogen de mensen zelf kiezen. De onderhoudskosten zouden zo rond de 6 ton zitten als alles door een aannemer gedaan zou worden. Doordat Stichting Zuidmolen zelf veel onderhoud verricht, kunnen ze deze kosten relatief laag houden en kan de molen met de rijke geschiedenis blijven bestaan. Mijn overgrootopa heeft die 1894 dus gekocht. Hij was molenmaker, maar zoals het reizen in het land beu als molenmaker. En die wou een standplaats hebben en heeft hier de molen gekocht. Daarna heeft mijn opa het overgenomen. De molen is ook heel belangrijk in de oorlog geweest. Boven in de kap van de Zuidmolen hebben Canadese geallieerden gezeten die tot aan Emmerich konden kijken vanuit de molen naar de Duitse troepen. In 2005 is de Zuidmolen een oorlogsmonument geworden. Het beroep van molenaar is minder bekend dan vroeger, maar nog steeds kun je een opleiding tot molenaar volgen. Van 1,5 jaar tot 2 jaar, het is vooral de praktijk, het doen. Telkens de handelingen, want je zet zo'n molen, is 8000 kilo, 2000 kilo per week zet je even aan. Dus het is erg een gevaarlijk instrument. En alles draait rond, dus je moet wel goed nadenken wat je doet. En je moet natuurlijk veel van het weer kennen, dat is weer theorie.